Welkom op deze eerste panfluitles voor jou. Wat leuk dat je panfluit wil gaan spelen. Nou, mijn naam is Henske Bakker. Ik ben panfluitlerares aan de muziekschool van Krimpen en IJssel. Maar ik geef ook thuisles. En vandaag ga ik jullie een beetje uitleg geven over de panfluit. Wat is de panfluit nou eigenlijk voor instrument? Deze fluit heeft 22 pijpen. Dat kan verschillen per fluit. Deze fluit begint op een G, een hele lage G. Zoals je ziet is deze pijp wat langer dan die. En lange tonen of grote tonen brengen een lager geluid voort dan kleine pijpjes. Dus dit is een lage G. En dit is de hoogste G. Ik zal eens even spelen. Niet schrikken. Echt een hele hoog is dat. En hier tussenin zitten alle andere tonen. Dit is dan de A, B, C, D, E, Fis, G. Nou, enzovoort. Tot en met de G dan weer. Je merkt dus dat er dus drie verschillende octaven in de fluit zitten. Dus één octaaf, twee octaaf, tweede octaaf en het derde octaaf. Waarom zit er eigenlijk een Fis in de fluit? Hier zit een Fis, en daar zit een Fis, en daar zit een Fis. Nou, dat komt omdat dit instrument van oorsprong komt uit Roemenië. In de Roemeense traditie is het gewoon normaal dat een panfluit dan met een Fis is gestemd. En omdat we tegenwoordig nog steeds heel veel volksmuziek spelen op dit instrument, zit er nog steeds een Fis in. Hoe bespeel je nou eigenlijk de panfluit? Nou, dat ga ik je nu vertellen. Het is toch eigenlijk een soort van les nummer 1 vandaag. Hoe doen we dat nou? Meestal, dan zeg ik, doe je mond eens dicht. En zeg eens gewoon, pff. Dus doe maar mee, mond dicht. Pff. Zie je? Dat is eigenlijk het blazen hoe het moet. Nou, je blaast dus gewoon recht vooruit. En dan doe ik eens eventjes nu mijn panfluit. Ik begin met blazen en dan doe ik mijn fluit ervoor. Kijk maar. Je merkt dat er nu nog niet een heel hard geluid komt. Als ik nu nog een keer doe en nog even iets meer gas geef vanuit mijn buik, dan komt er een mooie toon. Kijk maar. Zie je wel? Nu heb je een mooie klank. Probeer het maar eens. Misschien hebben jullie die ook wel thuis. Laat hem eens leeg drinken of gooi hem even weg. En dan kan je het proberen. Kijk maar. En hij doet het. Nou, je kan natuurlijk ook beginnen met blazen wanneer je natuurlijk het flesje aan je mond zet. Dus dit. Ja? Probeer dat maar eens. En als je het leuk vindt, dan we hebben het natuurlijk net er al over gehad dat een pijpje waar veel volume in past, heel laag klinkt. Nou, deze. Hier zit nog veel meer volume in, dus die is nog veel lager. Als je dit flesje met water vult, dan wordt die natuurlijk steeds hoger. Nou, zo kan je eens eventjes proberen. Eigenlijk kan je dan al een mini panfluit maken met drie flesjes. Probeer het maar eens. Dan zou je bijvoorbeeld, Mieke heeft een lammetje kunnen spelen. Zeg maar, hoe blaas je een toon? Hoe maak je een toon? Wat je nu net hoorde in hoe ik het stukje speelde, dan hoorde je eigenlijk ook dat ik een tongaanzet maak. In dit geval doe ik dat met een T. Nou, net begonnen we met helemaal niks. Dan deden we het gewoon met. Zie je? En nou doe ik het met een T aanzet. Dus krijg je tu, tu, tu. Dat zal ik eens doen. Krijg je dat. Ja? Nou, je kan het eventueel proberen met je flesje. Of misschien al wel met een panfluit als je die thuis hebt. Volgens mij
zijn jullie nu wel een beetje nieuwsgierig geworden naar verschillende panfluiten. Waar begin je nou mee? Nou, goed, ik speel zelf altijd graag op deze panfluit. Dat is een Preda panfluit. Die kan je bij mij bestellen. Deze panfluit is ook een hele goede starterfluit. Deze heeft ook een leuk prijsje. Op www.panfluitkopen.nl vind je alle informatie daarover. Dit is een panfluit, een Gibonus panfluit. Deze fluit begint op G. Volgens mij eindigt hij ook op G. Ook. En deze bestaat uit 2 octaven. Maar hier kan je prima nog een tijdje mee vooruit. Zeker als je nog wat jonger bent. Dan is het een lekkere fluit om mee te beginnen. Maar ook kan je hiervoor kiezen voor een 22 pijps fluit. Dan heb je meteen al wat grotere instrumenten in je handen. Maar dan kan je zeker wel een aantal jaar vooruit. Ja. Wat mensen ook graag kopen is een fluit van Ton Jansen. Die kan je ook bij mij bestellen. Deze fluit is van bamboe gemaakt. In tegenstelling tot van deze. Deze is van acaciahout gemaakt. Ze klinken allebei fantastisch. Deze fluit is van een Nederlandse bouwer, van Ton Jansen. Ziet er verder hetzelfde uit als de Preda panfluiten. Dus als je meer vragen hebt, kan je mij altijd die vragen stellen. Over verschillende soorten panfluiten. Of als je zelf al een panfluit hebt, neem hem mee. Net een stukje Einsamer Gitter van jullie laten spelen van James Last. Nou, hiermee is de panfluit heel erg bekend geworden. Misschien ken je het stukje ook wel. Nou, dat was even een stukje, een voorbeeldje, hoe het kan worden als je een paar jaartjes les hebt. Heb jij al zin om de panfluit te ontdekken? Misschien samen met mij?